Er zijn momenten geweest dat ik mezelf opgesloten voelde. Ik voelde me geïsoleerd in mijn eigen huis. Ik geloof er sterk in dat wat er ook gebeurt, of het nou goed is of het nou iets slechts is, het gebeurt met een bepaalde reden en er zit altijd een goed einde achter. De Almeerse Baghia Maghboob is een echte duizendpoot. Ze studeert media en communicatie, werkt in deeltijd als huisartsassistente en verzorgt de publiciteit voor de Baitul Aviat Moskee. Corona gooide alles overhoop. Het was inderdaad wel heel veel stress. Stress vanuit school, van je moet een hele nieuwe routine aanhouden. Je had stress vanuit thuis, van je zorgen voor je ouders eigenlijk. En daarnaast natuurlijk ook werk ik als een bijbaantje als een doktersassistente. Dus had ik daar ook stress bij van hoe gaan we nou de patiënten helpen? Het was een hele uitdaging. Het was echt zoeken naar een routine. Ja, je kon niet meer naar school. Je had geen één-op-één gesprekken meer met docenten, geen één-op-één begeleiding meer. Wat wel fijn was, dat je kon wel je docenten altijd bellen. Maar dat is natuurlijk ook weer lastig, want wanneer komt het een docent uit om een gesprek te voeren of een uitgebreid feedbackmoment te creëren. Dus dat was vanuit hun kant ook zwaar en vanuit de kant van de student ook. Voornamelijk ook omdat mijn begeleiders, die hadden ook allerlei persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld de ene die trof de corona, de ander weet iets anders. Dus het was even op elkaar inspelen. Dus vooral ook wat vanuit de overheid, ook wat wij als boodschap hadden gekregen, de burgers, van zorg een beetje voor elkaar. Dus dat was eigenlijk een beetje de strategie gedurende de hele afstudeerperiode, van zorg een beetje voor elkaar. Als de ander eventjes niet wegvalt, dan moet je gewoon even geduld hebben en het komt goed. Er zijn momenten geweest dat ik mezelf opgesloten voelde. Ik voelde me geïsoleerd in mijn eigen huis. Wat natuurlijk heel gek is. Want huis is iets juist waar je tot rust komt. Het is het is jouw veiligheidsplekje, als het ware. Maar al die gevoelens, de gevoelens van opgeslotenheid, isolatie, angst, zorgen, die nam al vrij snel af. Geloof betekent voor mij een leidraad. Een leidraad door het hele leven heen. Het was op het moment dat ik de vrijdagpreek van onze kalief hoorde. En op dat moment had ik zo'n gevoel van, het gaat goed komen. Wat er ook gebeurt. Ik geloof er sterk in dat wat er ook gebeurt, of het nou goed is of het nou iets slechts is, het gebeurt met een bepaalde reden en er zit altijd een goed einde achter. Dus dat was eigenlijk een stukje hoop wat er bij mij dan op is gekomen, is eigenlijk door de vrijdagpreek. En sindsdien heb ik eigenlijk al die nare gedachten probeer ik aan een kant te zetten. En probeer ik meer te focussen op de hoop en op de positieve kanten. De moskee is nu dicht op dit moment, ook wegens de veiligheidsmaatregelen. Natuurlijk ben ik niet de officiële woordvoerder, maar wat ik uit persoonlijke ervaring ervaar is, ik mis de saamhorigheid, maar ik mis mijn band met God niet. En dat is het belangrijkste wat ik vind. En wat ik ook vanuit mijn geloof heb meegekregen, hou je band met God altijd sterk. Want hij spreekt met jou en hij zal ook ervoor zorgen dat deze nare tijden, de coronatijden, voorbij zullen gaan. Op het moment dat ik een klein dipje had en dat ik dacht van wanneer gaat dit allemaal goed komen, was het moment dat ik gebed deed en zei van ja, op het moment dat je gebed doet, dan heb je een eigen contactmoment met God. Maar er waren ook momenten dat ik bijvoorbeeld buiten aan het lopen was langs het weerwater. En dat ik gewoon een eigen gesprek aan het voeren was met God.
Van, hè, jij bent degene die dit allemaal ook ziet. Dus los dit alsjeblieft zo snel mogelijk op. Haal ons zo snel mogelijk uit naar de periode waarin we leven. Wat ik vanuit mezelf heel graag zou terug willen zien is de activiteiten die we vroeger deden. Die zijn nu allemaal via allemaal digitale platforms. Dat ze gewoon weer fysiek kunnen plaatsvinden. Zodat je die saamhorigheid voelt, de gezelligheid, maar ook elkaar inspireert in het doen van het goede. En gewoon zo een beetje een leuke tijd kan doormaken. Ik heb me vrij strikt aan de regels gehouden, aan de maatregelen die er waren getroffen vanuit de overheid ook. Maar ook vanuit het gezondheidszorg zelf. Goedemiddag, huisartsenpraktijk Via, hoe kan ik u helpen? Wat ik vanuit mijn werk, vanuit de huisartsenpraktijk, merkte is dat we wel echt alert waren. Elk moment, elke dag. Kwamen er nieuwe maatregelen bij. Hij heeft last van hoesten. En hoeveel koorts heeft hij gemeten? Om zo te werken zonder patiënten hier in de praktijk fysiek te zien, is natuurlijk wel gek. Want voorheen heb je natuurlijk allerlei gevallen die we hier behandelen. Maar aan de andere kant is het wel ook wel begrijpelijk. Ook de patiënten zelf tonen begrip. Omdat het ook voor hun veiligheid is, wat wij hier allemaal doen. En we proberen zoveel mogelijk ook, ondanks alle maatregelen, wel zoveel mogelijk zorg te verlenen. Nee, inderdaad. Dan zo te horen, lijkt het mij handig dat wij een telefonisch consult inplannen bij de huisarts. Het werk is nog steeds wel behoorlijk leuk. Het is uitdagend. Je bent echt 24/7 wel alert, als het ware. Je bent, je volgt alle maatregelen en alle nieuwe veranderingen. Die volg je natuurlijk ook. Die pas je ook toe. Dus je moet echt continu alert blijven. Dus dat vind ik, persoonlijk vind ik dat wel leuk. Dat maakt het werk ook een beetje avontuurlijk. Dus dan wordt u gebeld door de dokter, anoniem, morgen om 11:30. Ja? Nou, dan wens ik je een fijne dag verder. Wat ik van het corona heb geleerd is, natuurlijk, 1, geef nooit je hoop op. Wees dankbaar. Wees dankbaar dat je een dak hebt. Wees dankbaar dat je dierbaren om je heen hebt. Wees dankbaar dat je voedsel hebt. Wees dankbaar dat je de juiste zorgfaciliteiten hebt in het land waarin je leeft. Wees dankbaar. Dat is wat ik heb geleerd.